ben Judith Korver. Ik heb 3 kinderen, waarvan eentje in aanraking is gekomen met de opvoedpolie. Een korte periode daar heeft gezeten. Daar vandaan ben ik bij de opvoedpolie in de cliëntenraad gekomen. Binnen het expertpanel, want zo noemen wij het binnen de organisatie, om mee te denken als ouders. Mijn ervaringen, gevoelens, kennis mee te geven aan de organisatie om er beter van te worden. Mijn naam is Jessica Tsokaya. Ik werk bij IUP als adviseur relatiemarketing. En mijn aandachtsgebied is echt ouder- en jongerenparticipatie, ook inzet bij projecten, dat zij als ervaringsdeskundige hun expertise kunnen laten zien. Waarom ga ik dit doen? Nou, omdat ik binnen mijn werk zie dat er heel veel gezegd wordt van wij doen aan ouder- en jongerenparticipatie. Dus dan doorvragen waaruit blijkt dat dan, krijg ik vaak ook niet gelijk een antwoord. En als ik dan om me heen zie dat ouders zich niet gehoord voelen, dat er over hen gesproken wordt en niet met hen, dat raakt me dan. Maar je zult ook gesprekken hebben met alleen de ouders. Nou, die waren er nooit. Met alleen de ouders hadden we nooit. Want het gaat bij hun om de jeugd. En dan denk ik, nee, je moet ook soms zonder je kind kunnen vertellen waar jij tegenaan loopt. Want ik ga niet tegen mijn kind altijd vertellen wat mij zozeer doet in zijn gedrag. Dat heb ik wel eens gedaan natuurlijk, maar dat hoef ik niet te doen waar andere mensen bij zijn. Ja, en dat is zeg maar eigenlijk de start geweest van het ouderpanel, het expertpanel, waar we nu al een aantal jaren mee samenkomen. En ik zie daar echt zeg maar ook een ontwikkeling in gaande. Enerzijds vanuit de ontwikkeling vanuit de ouders, maar ook vanuit de mindsetverandering vanuit mijn collega's en het management. Dat is een lange weg voor afgegaan, maar we zijn uiteindelijk zeg maar wel zeg maar bij dat kruispunt waar iedereen ook wel inziet dat ouders zeker ertoe doen en dat ze zeg maar ook een bijdrage kunnen leveren. En ik moet ook eerlijk bekennen, als ik de hele organisatie bekijk, want ondertussen zit ik veel verder in de organisatie, hebben we ook al heel veel dingen kunnen veranderen en samen kunnen doen. En vooral ook de mensen binnen de organisatie van hoog tot laag kunnen doordringen dat we samen moeten werken en samen moeten doen. Iedereen omarmt het. Maar, hè, dus goed om ouders te betrekken en jongen te betrekken. Inspraak, iedereen vindt het ook oké. Als je dat zeg maar, dan bekijkt in de daadwerkelijke uitvoering, ja, dan stagneert het op het feit, als er dan niet genoeg ruimte, energie en ook mandaten wordt gegeven, ja, dan gaat het weer afbrokkelen. Dus het is echt wel het moment om zeg maar, ook door te kunnen pakken van oké, we hebben die visie, dat is oké. Maar dan vervolgens, want hoe ga je dat ook vervolgens invullen? En ook met een planning, met een doel, met budget, met financiering, met tijd. Dus al die randvoorwaarden zijn ook wel een onderdeel van zeg maar, het project aan zich. Dus je doet het er niet zomaar even bij. Mijn droom is dat we over 5 jaar, doordat er een fantastisch goede samenwerking is tussen de jeugd, de ouders, de organisatie, dat we dan af zijn van het uit huis plaatsen, van het zo diep in de put zitten van jeugd, dat ze het niet meer zien zitten. Dat we alle jeugd een kans kunnen geven om in deze wereld het leefbaar te maken. En dan heb je echt zeg maar, een gouden expertpanel met gouden ouders die echt gewoon onderdeel zijn van de organisatie. En dat is, daar ben ik super blij mee en het is echt goud waard. Ja. Ik roep al die duizenden ouders op, laat je stem horen. En ik begrijp dat jullie als ouders zijn het geloof in de jeugdzorg hebben verloren. Maar in het kader van medezeggenschap, jullie stem doet ertoe. Dus haak aan bij ouderbetrokkenheid, maar jullie doen ertoe.